It's all I wanna do. Yo, ik ben Chesto en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesto. En vandaag zie je op de achtergrond gameplay een 40 om 1 nuclear op de map. Hijjack is een 10 damage nuclear, dus op het, dat is eigenlijk iets moeilijker dan normaal natuurlijk. Maar waar ik het vandaag over met jullie wil gaan hebben is In The Mind of Oh My God Chesto. Hoezo? Want ik haal hier een nuclear die best wel speciaal is, omdat ik best wel geluk heb met sommige dingen. Dus ik ga natuurlijk gewoon zeggen wat ik hier deed. Deze nuclear heb ik gisteren gehaald, dat is donderdag. En het is vandaag vrijdag dat ik dit opneem. En jullie zien dit zaterdag. Maar, jullie zien nu op de achtergrond speelt met een Scar, H, Silencer en Adjustable Stop natuurlijk. Met Streaks. UV Count, UV op de V-set. UAV is natuurlijk gewoon dat ik de enemies kan zien. Count UV is dat als de enemies een UAV hebben, ze mij niet zien en in het algemeen mij niet kunnen zien. En mijn Orbital V-set is natuurlijk zodat ik iedereen op de minimap kan zien. Maar ik moet wel even tegen jullie zeggen dat deze enemies slecht waren. Maar dat ook echt heel erg slecht. Want op een gegeven moment, dat ga je die dadelijk wel zien, kom ik out of ammo. En dan moet je gewoon maar zien wat er gebeurt. Het is echt gewoon niet normaal. Maar zoals jullie zien hier, kom ik 2 man tegen, die hou ik binnen. En dan heb ik van de 14 kills, heb ik al mijn V-set binnen. En hier mist iemand met mijn remmerkin. Dus van de 16 kills heb ik al een 10 streak. Dat is op zich natuurlijk al goed. Hier loopt natuurlijk even een beetje de spawn in om iedereen daar op te pakken. En hier heb ik ook dadelijk ziek geluk hoor. Als hij me daar had gehad, was ik mijn streak kwijt. En was ik gewoon, ja, kapot, dood. Laat me zeggen wat je wil. En ga je kijken, dus ik pak hem eventjes op. En zitten we alweer op een 15 gun streak. Het is best wel een snelle nuclear ook. Maar ik ga dadelijk een beetje mijn aim verkloten. Zullen jullie hier zien, heb ik al bijna geen ammo meer. 3 kogels nog. Dus wat er gaat gebeuren, dus ik pak mijn knife. En ik dacht dat hij iemand zag, maar die zat dus in de ground. En mijn visit zullen jullie zien. Mijn visit is ook weg. Dus nu was ik eigenlijk echt fucked up. Maar toen ging ik even hier kijken. Er was niemand. Toen ging ik weer terug, omdat ik dacht dat iemand daar omhoog kon. Gebeurde niet. En toen, voor mij gebeurde het, hier kwam iemand aanlopen. Ja, hier. En ik heb zo geluk dat ik hem knife. Daar heb ik mijn V-set weer binnen en dan kan ik gewoon weer doorgaan. Als ik hem niet had genijfd, of mis had genijfd, zeg maar, had hij me gewoon gehad. En dan kan je vertellen, dat gebeurt vaak in Black Ops 2. Black Ops 2, daar kan je echt bijna niet knijfen. Dus dat was gewoon echt helemaal en ook echt heel erg geluk. Hier zat iemand heet achter een map. En hier kwam iemand omhoog. Maar als ik hem niet had gezien, had ik ook dood geweest. Maar ik bleef ook de hele tijd, zoals jullie zien, de spawns controleren. En ik wist nog dat ik hier om een 20 streak zat. Dus die is hier ook naar binnen. Dus ik klim hier naar beneden. Kill hem. Dan heb ik bijna geen ammo meer. Dan switch ik mijn wapen. Bam. Pak hem ook even op. En dan moet ik nog maar, denk ik, 8 kills. Dan hier nog maar 7. Dan heb ik weer een nieuwe count UAV. Die groep gelijk in. Omdat ik natuurlijk niet met een onsilenced wapen speel. Dus ben ik op de radar te zien. Nu niet meer. Want ik heb mijn squad natuurlijk weer geswitcht. Nog steeds zit er iemand achteraan de map. Zoals je ziet zitten alle enemies aan de rechterkant van het ding. Dus wat ik doe, ik ga erop af. Pak die op. En pak die op. Dan moet ik nu nog maar 4 kills. En van de 46 kills die er al gemaakt zijn, ben ik gewoon die nuclear. Dus dat is van de 50 kills, laat maar zeggen, heb ik ongeveer mijn nuclear binnen. Dat is best wel goed. Want dan heb ik gewoon een secret potje of secret kills. Nou, hier zit ik op 28. En dan ga ik hier even naar boven. Maar ik merkte dat hij naar beneden ging. Dus ik had eigenlijk gewoon beneden moeten blijven wachten. Maar ik kon hem net pakken omdat die Vector had natuurlijk die geen schrijvers was. En hier pak ik een kill op. Dan moet ik er nu nog maar één voor de nuclear. En hier is mijn nuclear binnen. Kabam jongens. Dit is dus gewoon even kijken. 4 minuten nuclear in Team Deathmatch. En ja, dat is best wel knap. Een stoppable natuurlijk. En hier heb ik ook weer geluk hoor. Als ik hier dood had gegaan, dan had ik er niet blij geweest. Want dan als mijn streak alweer weggegaan. Maar hier had mijn team met mijn hart gezeten met die lightning. Want ik speelde solo, dat wel. En ik geef wel een tip aan jullie. Als je een nuclear wil halen, of zorg dat heel je team met non-lethal streak speelt. Of zorg dat je gewoon solo speelt, zodat je zelf die streak kan halen. Maar niet met teammates zoals mensen die met een swarm spelen ofzo. Want dan kwitten heel de enemies. Ik heb toevallig gisteren ook, als jullie deze commentaar kijken, donderdag dus, heb ik 3 nuclears gehaald dankzij een chille party. En 2 nuclear choters zijn 29 streaks. Dus ik had eigenlijk 5 nucleus kunnen halen. Maar in die party zat Breaking Milan, Tom van Phoenixy, Sam, Demi,
en Ruben. En we hielden constant op. Het was echt 10 minuten, echt nou, lang. Niet 10 minuten, maar 8 minuten van het potje zat gewoon een orbital in. Maar jongens, de achtergrond gameplay zit erop. Eindscore is 40-1, die maakt de final kill cam, zullen jullie hier ook zien. Super bedankt voor het kijken naar deze video. En dan hoop ik jullie bij de andere video te zien. Super bedankt voor het kijken en tot de volgende keer mensen. Later!